Hallo allemaal, deze video is een inleiding in frequentiekarakteristieken. En om te beginnen neem ik jullie mee naar het volgende netwerk dat ik getekend heb. En dat is een RC-netwerk, dat ziet er als volgt uit. Ik heb een spanningsbron, UB, dat is een wisselspanningsbron, en die voedt een RC-netwerk. Een netwerk bestaande uit een weerstand R en een condensator C. En de spanning over de condensator C noemen we UC en ik wil die spanning UC, die wil ik graag weten als functie van de ingangsspanning UB. Nou, dan kan ik de volgende overdrachtsformule, de volgende transferfunctie afleiden. Dan kan ik zeggen dat UC gelijk is aan de impedantie van de condensator ZC gedeeld door de impedantie van de weerstand ZR plus de impedantie van de condensator weer ZC en dat vermenigvuldigt maal de spanningsbron UB. Nou, voor ZC kan ik invullen dat die gelijk is aan 1 gedeeld door J omega C. En in de noemer kan ik ZR vervangen door de weerstandswaarde R. En ook ZC hier weer door 1 gedeeld door J omega C. En dat vermenigvuldigen we weer met UB. Dan valt ons gelijk iets op. De impedantie, zoals we weten van de condensator, is frequentieafhankelijk. Maar we zien dat die gelijk is aan 1 gedeeld door J omega C. Nou, dat betekent weer dat als die gelijk is aan 1 gedeeld door J omega C, dat bij hogere frequenties, hoe groter de frequentie wordt, dat de impedantie kleiner wordt. Dus als wij de frequentie, de omega, heel hoog maken, dan wordt de impedantie van de condensator heel klein. En uiteindelijk nadert die zelfs naar nul. Dus uiteindelijk wordt bij een toenemende frequentie, wordt die spanning over de condensator, UC, die nadert naar nul. Nou, we kunnen die formule die we net hebben, die we hebben opgesteld, die kunnen we ook iets anders schrijven. Die kunnen we verder uitwerken door teller en noemer te vermenigvuldigen met J omega C. En dan staat er 1 gedeeld door J omega R C plus 1 maal UB. Nou, dan kan ik iets netter schrijven in een noemer. Verwissel ik even het reële deel en het imaginaire deel van plaats. En dan staat er 1 gedeeld door 1 plus J omega R C maal UB. Dat is de overdrachtsformule van de spanning UC als functie van UB. Dan kan ik ook kijken naar de absolute waarde van die spanning. De absolute waarde van die spanning die kan ik berekenen door de wortel te nemen en teller en noemer van het reële deel in kwadraat plus het imaginaire deel in kwadraat. Nou, laten we die zo even opstellen. Dat schrijven we tussen rechte haakjes. Dan kunnen we zeggen UC is gelijk aan de wortel van reële deel plus imaginaire deel in de teller. Dus dat is de wortel van 1 kwadraat plus 0 kwadraat is de wortel van 1. En dan noemen we hetzelfde. De wortel van het reële deel in kwadraat is 1 kwadraat plus de wortel van het imaginaire deel, dus omega r c in het kwadraat. Daar de wortel uit. En dat maal de absolute waarde van UB. Nou, dat kunnen we vanzelfsprekend vereenvoudigen. Dan staat er 1 gedeeld door de wortel uit 1 plus omega RC in het kwadraat, maal de absolute waarde van de spanningsbron UB. Dan zien we gelijk het volgende. We zien in de noemer de wortel uit 1 plus omega maal RC in het kwadraat. Die RC die noemen we ook wel eens de tijdconstante van mijn systeem, oftewel gelijk aan tau. Dus daar kan ik nog het zaakje iets meer vereenvoudigen. En dan staat er 1 gedeeld door de wortel uit 1 plus omega tau in het kwadraat. Nou, de wortelteken keurig hierover tekenen, maal de absolute waarde van UB. Nou kunnen we eigenlijk het volgende zien aan die formule. Als die omega heel erg klein is, heel klein ten opzichte van, de omega tau is heel klein ten opzichte van het getaltje 1, dan betekent het dat ik het eigenlijk als het ware kan verwaarlozen en dan is die amplitude gelijk aan 1 gedeeld door 1 is 1, oftewel UC is dan gelijk aan UB. Maar voor hele hoge frequenties, nou dan kan ik bijna die 1 verwaarlozen ten opzichte van die omega tau. En dan staat er 1 gedeeld door de wortel uit omega tau kwadraat, oftewel 1 gedeeld door omega tau maal UB. Oftewel voor hoge frequenties zien we dat die amplitude steeds kleiner wordt op het moment dat de frequentie toeneemt. Dus voor lage frequenties zien we dat dit verwaarloosd kan worden. Dus die overdracht gewoon 1. Oftewel, de hele spanning UB vinden we terug over de condensator. En voor hoge frequenties wordt die noemer heel erg groot. En dan zie je dat bij toenemende frequentie die spanning steeds kleiner wordt, de spanning UC, en uiteindelijk nadert tot nul. Nou, laten we eens een voorbeeldje nemen. We hebben net gezegd, RC is gelijk aan tau. Maar stel je nou voor, ik wil een RC-netwerk bepalen. Dat is een netwerk wat ervoor zorgt dat
mijn zaak, mijn spanning UC eigenlijk bij toenemende frequentie steeds kleiner wordt, voor een frequentie van 1 hertz. Dus ik wil dat mijn filter, als het ware, want het is dit circuit, gaat filteren bij een frequentie van de crossover, de kantelfrequentie is gelijk aan 1 hertz. Nou, als we dat weten, dan kan ik zeggen dat de omega, de kantelfrequentie, gelijk is aan 2 maal pi maal f. Oftewel, die is gelijk aan 2 maal pi maal 1 is 2 pi radialen per seconde. Nou, we hebben ook gezien dat eigenlijk, als we naar die overdrachtsformule gaan kijken die we hieronder hebben geschreven, dat voor kleine omega's die omega tau verwaarloosd kan worden, maar voor grote omega tau's die 1 eigenlijk als het ware verwaarloosd kan worden. En dat crossovergebied waarin zeg maar dat gedeelte van een verwaarloosing van omega tau ten opzichte van 1, oftewel van 1 ten opzichte van omega tau, die overgang die zit bij het punt waarbij omega crossover maal tau, hè, dus die omega maal tau gelijk is aan 1, dat noemen we het crossovergebied, of crossover frequentie eigenlijk, de crossover omega. Nou, dan kunnen we die ook uitrekenen. Die crossover frequentie in radialen per seconde is dan gelijk aan 1 gedeelde tau. Dus wil ik een filter maken met een crossover frequentie van 1 hertz, dat betekent dat mijn crossover frequentie gelijk moet zijn aan 2 pi. Oftewel, dat betekent dat mijn tau van mijn filter gelijk moet zijn aan 1 gedeeld door de crossover frequentie. Nou, die is in dit geval dus 1 gedeeld door 2 pi seconde, want dat is een tijd in seconde, en dat is ongeveer 0, mag ik dan even netjes schrijven, en dat is ongeveer 0, excuseer, ik heb er even 0,159 seconde. Dus willen we die frequentie, dit filter laten filteren rondom 1 hertz, dan kunnen we het beste de tau van het filter, dat gelijk is aan R maal C, neerleggen op een tijdconstante van 0,159 seconde. Nou, hoe ziet dat er dan in de praktijk eigenlijk uit? Nou, ik heb dus eigenlijk als het ware een laag doorlaatfilter gemaakt, zoals we dat noemen. Dus voor lage frequenties, als omega heel klein is, dan laat hij eigenlijk alle spanning, de spanning zeg maar UB gewoon door. En er staat bijna alle spanning UB over UC. En voor hoge frequenties, het laag doorlaatfilter laat voor hoge frequenties niet of nauwelijks iets door. Dat zien we ook. Voor hoge frequenties wordt die noemer steeds groter en wordt de waarde van UC steeds kleiner. Nou, ik heb om dat een beetje toe te lichten, heb ik een simulatie gemaakt in MATLAB. En dat laat ik jullie nu even zien. Nou, dan klik ik even het whiteboard hier weg. En dan gaan we even terug naar MATLAB. En in MATLAB heb ik hier een simulatie gemaakt en ik haal er ook eventjes een scopeje bij. En je ziet hier dat ik eigenlijk als het ware dat filter van net heb nagebouwd. Alleen op de plek van de J omega staat hier een S. We zullen in de toekomst zien dat we dat mogen vangen. Een S noemen we dan, maar dit is toekomstmuziek, de Laplace operator. Maar dit is eigenlijk dat filter wat we hebben gebouwd, waar we net die overdrachtfunctie van bepaald hebben. En op dat filter heb ik hier een sinusvormige spanning aangeboden. En die sinusvormige spanning, dat is dus in het voorbeeld net die spanning UB. De uitgang van het filter, dat is eigenlijk de spanning over die condensator UC. En wat we nou zo meteen gaan zien op die oscilloscoop, is zowel de ingangsspanning die hier staat, als de gefilterde uitgangsspanning die hier terechtkomt. Nou, ik zal de simulaties even aanzetten en dan zullen we eens even kijken wat er gaat gebeuren. Nou, het systeem moet even opstarten. En even de code en compileren en dan gaan we binnen enkele seconden zien wat de uitgang van dat filter gaat worden. Nou, hieronder heb ik een taakbalk gemaakt en ik kan hier de frequentie laten toenemen. Nou, dit is het resultaat van mijn spanning voor lage frequenties. Ik zet hem even stop op pauze. Mijn blauwe signaal, dat is die spanning UB, eigenlijk de ingang van dat filter. Die gele, dat is de uitgang van dat filter. En je ziet dat voor lage frequenties, want ik heb hem hier ingesteld op lage frequenties, dat die amplitude van de uitgangsspanning bijna gelijk is aan de ingangsspanning. Ja, ze zijn iets ten opzichte van elkaar verschoven. Die verschuiving noemen we het faseverschil, maar het is niet zo heel veel. Nou, zet ik de simulatie weer aan en dan ga ik eigenlijk die ingangsfrequentie die ga ik verhogen. Dus ik laat die toenemen en ik maak hem een stukje groter. Dan zet ik hem weer even stop. En wat je nou eigenlijk ziet is twee dingen. De amplitude, die gele, de amplitude van het uitgangssignaal, die is kleiner geworden.
Wat je ook ziet, de frequentie is natuurlijk toegenomen, maar de verschuiving, als je goed zou kijken, het is lastig om te zien dat die frequentie ook toeneemt, die verschuiving van het gele uitgangssignaal ten opzichte van dat blauwe ingangssignaal, die is iets groter geworden. Nou, ik ga dat nog een keertje aanpassen. Dus ik ga nou mijn frequentie nog verder opvoeren, 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 opvoeren. En dan zie je eigenlijk als het ware het volgende gebeuren. Ik heb nou een flink eind opgeschroefd, die frequentie. Dan zie je dat die uitgangsspanning, die is een heel stuk kleiner geworden dan de ingangsspanning. Maar je ziet ook dat die top van uitgangsspanning, die vindt nou op zeg maar deze flank van die ingangsspanning plaats. Dus als het ware, die uitgangsspanning is ook steeds meer aan het schuiven in fasegedrag ten opzichte van die ingangsspanning. Dus het faseverschil tussen de uitgangsspanning en de ingangsspanning wordt ook steeds groter op het moment dat we die frequentie verhogen. Nou, laten we nog maar eens verder gaan tot een hele hoge frequentie. Zeg ik, sta ik weer even op pauze. En dan zie je eigenlijk die frequentie, of de uitgangssignaal van die gele spanning. Dat uitgangssignaal wordt steeds kleiner ten opzichte van het ingangssignaal, die amplitude. En die top die verschuift ook steeds verder ten opzichte van de top van het ingangssignaal. Oftewel, de faseverschuiving die wordt steeds groter. Nou, dat is eigenlijk kenmerkend aan dit filter. Dan neem ik jullie even mee naar het volgende. Laten we nou eens gaan kijken hoe dat er in werkelijkheid uitziet. Ik heb nu een echt filter gemaakt, dat laat ik jullie nou niet zien, maar dat heb ik gebouwd met die R en die C. En daar heb ik een ingangsspanning steeds opgezet van 10 volt. Dat is deze witte kolom, dat noemen we de X-waarde. Eigenlijk die UB. En ik heb nou steeds de uitgangsspanning UC, hier I-max genoemd, die heb ik steeds gemeten. En dat heb ik gedaan voor een variërende frequentie. Dus ik had een touw gerealiseerd van 0,159 seconden. Dat heb ik gedaan met deze weerstand en die condensator. Als ik die twee waardes met elkaar vermenigvuldig en doe dat maar eens, dan kom je op een RC-waarde, oftewel een touw uit van 0,159. Met dat filter ben ik aan de ingang die sinusspanning met een amplitude en top-topwaarde van 10 volt. Daarvan ben ik de frequentie steeds gaan opvoeren. Ik ben bij 0,2 hertz begonnen en ik ben hem steeds meer gaan opvoeren en ik ben uiteindelijk geëindigd bij 100 hertz. En dan zien we twee dingen gebeuren. We zien de uitgangsspanning en amplitude, die gaan we steeds zakken. Die wordt steeds kleiner, die zien we zakken. En we zien de delta T eigenlijk, de frequentie, het tijdsverschil tussen de toppen, die zien we steeds afnemen. Nou, op basis daarvan kunnen we de verhouding tussen de uitgangsspanning en de ingangsspanning bepalen. En we kunnen ook, omdat we weten bij welke frequentie de periodetijd is, de bijbehorende periodetijd is van die sinus. Nou, bij 0,2 hertz wordt 1 gedeeld 0,2 is 5 seconden. Bij 0,5 hertz wordt 1 gedeeld 0,5 is 2 seconden. Bij 1 hertz wordt 1 gedeeld 1 is 1 seconde enzovoort. Dus we zien een toenemende periodetijd. En de delta t kunnen we met de periodetijd ook terugrekenen naar een faseverschuiving. Dat licht ik jullie even toe hoe dat in zijn werk gaat. Ik pak weer even mijn whiteboard erbij. Nou, schrijven we dit eventjes naar boven toe. En dan gaan we eens even kijken hoe dat ook weer precies eruit ziet als we nou twee sinussen tekenen. Dus even kijken of we dat een beetje mooi kunnen doen. Stel je voor, ik heb een ingangssignaal, een sinus, en die ziet er als volgt uit. En ik heb een uitgangssignaal, dat is mijn rode sinus, die ga ik nou tekenen. En die sinus die ziet er als volgt uit. Teken is nooit mijn allersterkste kant geweest, maar je kunt je er wat bij voorstellen. Deze rode sinus die heeft een top-topwaarde, wat we net genoemd hebben, tussen die top en die top. En die noemen we gelijk aan I max top-top. Dus het verschil in de topwaardes tussen en het uitgangssignaal. En die ingangssinus heeft ook een top-topwaarde. Dat is het verschil tussen deze top en tussen die top hier, dat is ook niet helemaal keurig, maar je begrijpt wat ik bedoel. En die noemen we x max en dan ook weer top top. Nou, je ziet, en wat we steeds zagen is dat mijn uitgangsspanning die ging verschuiven, maar we zagen ook nog iets anders. We zagen ook, wat je hier in deze schematische schets ziet, dat er een tijdsverschil ontstond, een faseverschuiving.
een delta t heb ik hem genoemd net in die tabel. En dat is dus hoe mijn uitgangssignaal verschuift ten opzichte van mijn ingangssignaal. En aan de hand van de delta t en de periodetijd kan ik dus bepalen wat de fasehoekverschuiving is. Want als ik de delta t ken en ik ken de totale periodetijd, dan kan ik op basis daarvan die faseverschuiving die kan ik uitrekenen. Want stel je voor dat die delta t zou duren tot hier die stippenlijn, waar mijn I max plaatsvindt, dan heb ik precies een kwart van mijn periode, ben ik op dat moment opgeschoven naar een hele periode, is 360 graden. Dus dan is mijn faseverschuivingshoek is 360 en daar een kwart van is 90 graden, oftewel pi gedeeld door 2. Dus ik kan zeggen dat de delta t ten opzichte van mijn periodetijd t, als ik die verhouding vermenigvuldig met 360 graden, dan heb ik mijn faseverschuiving te pakken. Dus op die manier kan ik mijn faseverschuiving in graden kan ik bepalen. Nou, dat is dus, in graden. Nou, dat kan ik dus ook doen in radialen. Dus phi is ook gelijk aan delta t, de verschuiving in tijd ten opzichte van de periodetijd, maal 2 pi. En dan heb ik hem in radialen. Dat is net wat ik heb gedaan. Dus ik heb de verhouding bepaald tussen I max en x max, amplitudeverhouding. En ik heb de delta t gemeten. En de delta t refereer ik aan de periodetijd. En op die manier kan ik dan de fasehoek bepalen. Nou, laten we eens even teruggaan weer naar die presentatiesheet. Zo, daar had ik hem al. Daar staat hij dus. Ik heb aan de hand van die delta t heb ik en de periodetijd de fasehoek berekend. En je ziet dat hij sinus steeds meer gaat achterlopen. En bij hele hoge frequenties wordt dat achterlopen min 90 graden. En de verhouding tussen uitgang en ingang die wordt heel klein en die nadert naar 0. Nou, stel je nou voor dat ik een plotje ga maken van op de horizontale as de frequentie of de hoekfrequentie kan ook. Als ik dit vermenigvuldig met 2 pi maal de frequentie, dan heb ik de hoekfrequentie. En ik maak allereerst een plotje met op horizontale as de hoekfrequentie en op de verticale as zet ik dan I max gedeelde x max. Nou, dan krijg ik een dergelijke plot. Alleen zul je misschien als je goed kijkt naar de horizontale as, hier heb ik eerst in eerste instantie de frequentie uitgezet, dat ik dat op een logaritmische schaal heb gedaan. En dat zal je zo meteen duidelijk worden waarom. Een logaritmische schaal is erop gebaseerd dat de afstand tussen 1 en 10 gelijk is aan de afstand tussen 10 en 100. En die is weer gelijk aan, dat zie je niet, maar 100 en 1000. Maar ook aan de andere kant tussen 1 en 0,1. Oftewel, 0,1 is 10 te de macht min 1. 1 is 10 te de macht 0. Dit is 10 is 10 te de macht 1. 100 is 10 te de macht 2. Dus elke keer als ik de frequentie met factor 10 verhoog, dat noemen we een decade, daar is de afstand op de horizontale as gelijk in. Dus we noemen dit een logaritmische as. He, dus dit noemen we een decade, een frequentie die 10 keer zo hoog wordt. En elke decade die heeft een gelijke afstand op de horizontale as. Op de verticale as heb ik de amplitudeverhouding I gedeelde x uitgezet. En dan krijg ik een dergelijke karakteristiek. Nou, wat staat hier eigenlijk? Bij lage frequenties heb ik gezien dat de verhouding tussen uitgang en ingang, die is dus 1. Oftewel, de ingangsspanning staat bijna helemaal over de op de uitgang. Voor hoge frequenties zie ik dat de verhouding tussen uitgang en ingang, dat die bijna naar nul toe gaat. Oftewel, voor hoge frequenties zie ik dat bijna geen spanning, ingangsspanning meer op mijn uitgang staat. Het jammer is alleen van deze karakteristiek dat ik nou niet zo heel erg goed kan zien waar nou dat overgangspunt zit. En om dat wel voor elkaar te krijgen, ga ik even naar één karakteristiek verder. Heb ik de uitgangsspanning, die verhouding I gedeeld door x, daar heb ik ook de logaritme van gepakt. Dus ik heb de logaritme gepakt van I gedeeld door x, en die is ook nog eens een keertje met 20 vermenigvuldigd. En dan krijgen we de zogenaamde bode amplitude karakteristiek. Dus ik heb nogmaals de frequentie hier op horizontale as staan, dat was 10 mag min 1, 10 mag 0, 10 mag 1, 10 mag 2. Dat is heel vaak is dat ook de hoekfrequentie, omega, een radiale per seconde, maar dat is even minder relevant. En op de horizontale as, op de verticale as heb ik nou de verhouding I gedeelde x staan, maar daar de logaritme van gepakt en die vermenigvuldigd met 20. En dan zien we een karakteristiek die er als volgt uitziet. Voor lage frequenties is die karakteristiek gelijk aan 0. De eenheid daarvan is dB. 0 dB zeggen we dan. Waarom? We hadden gezien dat voor lage frequenties was de verhouding I gedeelde x
gelijk aan 1. Nou, de logaritme van 1 is 0, vermenigvuldigd met 20 blijft nog 0. Dus dat is 0 dB. Voor hoge frequenties zien we het volgende gebeuren, dat elke keer als ik hier een decade groter word, dus hier stond de frequentie 10 Hz en hier stond 100 Hz, de verhouding frequentie vergroten met een factor 10 noemen we een decade. Op het moment dat die frequentie een decade groter wordt, dan zie ik dat mijn amplitude in dB's, dus de log daarvan vermenigvuldigd met 20, die zie ik 20 dB lager worden. Waarom? Kijk maar, zie bij 10 Hz, daar zit ik op min 15 dB. En bij 100 Hz zit ik op min 35 dB. Dus op het moment dat mijn frequentie een factor 10 keer hoger is geworden, is mijn overdracht in dB's, dus de logaritme van uitgangsdeel de ingang wel 20, die is 20 dB lager geworden. En dat is heel kenmerkend voor een dergelijk filter. Dat noemen we een eerste orde filter, want we hadden alleen maar j omega staan en niet j omega in het kwadraat, etc. Nou, wat we ook zien, is dat er dus een punt is waarop dat lage frequent gedrag overgaat eigenlijk in dat hoogfrequent gedrag. Dat zou je kunnen bepalen op het moment dat je die horizontale lijn hier door zou trekken en hier een verticale lijn overheen zou trekken, dus een mooie rechte lijn. En die zou ik ergens laten snijden, dan zie je dat die overdracht precies plaatsvindt van dat laagfrequente gedrag en het hoogfrequente gedrag bij die net berekende crossoverfrequentie, die F-crossover, of als ik hier omega had staan, bij die omega-crossover. En dat maakt deze karakteristiek zo inzichtelijk. Ik zie het laagfrequent gedrag, ik zie het hoogfrequent gedrag, en ik zie dat punt, die 1 hertz die we gekozen hadden, als een mooi overgangspunt waarbij dat laag en het hoge frequentiegedrag in elkaar overgaat. Dat was mijn amplitude gedrag. Nou, ik kan het ook doen met mijn fase gedrag. Ik heb gezien aan de hand van mijn metingen dat bij lage frequenties dat mijn ingangs- en uitgangssignaal dat die bijna over elkaar liggen. Oftewel, ik heb niet of nauwelijks een faseverschuiving. En dat zie je ook als ik dat ging terugrekenen aan die verschuivingstijd ten opzichte van mijn periodetijd. Ze lagen bijna over elkaar, dus dat gaf bijna 0 graden verschuiving. Dus voor hele lage frequenties is mijn uitgangssignaal, dat ligt netjes over mijn ingangssignaal heen. Oftewel, een hele kleine verschuiving. Maar als ik nu doorga met mijn frequentie te laten toenemen, dan zie ik uiteindelijk bij hele hoge frequenties dat mijn uitgangssignaal 90 graden is opgeschoven ten opzichte van mijn ingangssignaal. Oftewel, mijn uitgangssignaal loopt 90 graden achter ten opzichte van mijn ingangssignaal. En dat is ook heel erg kenmerkend voor mijn eerste ordesysteem, voor dit filter dat ik gebouwd heb. En wat je ook ziet, is dat rondom die crossoverfrequentie, daar zitten we precies op min 45 graden. Nou, het zit niet precies op die 1 hertz, want ik had dit uit metingen gedaan met een weerstand en een condensator. En ja, er zitten toleranties op. En die RMLC was niet precies die combinatie die ik wil. Dus ik zit daar net iets van af. Maar precies rondom die crossoverfrequentie is mijn faseverschuiving min 45 graden. Nou, wat we hier eigenlijk uitzien is het volgende. We zien dus dat die karakteristieken, die amplitude karakteristiek, oftewel de verhouding van uitgang gedeelde ingang, en daar dB's van gemaakt, dus daar de logaritme voor genomen, maal 20, dat die beschrijft heel erg hoe mijn uitgangsspanning zich in amplitude gedraagt ten opzichte van mijn ingangsspanning. En we hebben een tweede karakteristiek, mijn fase karakteristiek. En die beschrijft heel erg hoe mijn systeem ervoor zorgt dat mijn uitgangssignaal gaat achterlopen op mijn ingangssignaal. Die twee karakteristieken beschrijven mijn systeem dus. Nou, samenvattend, in de bode amplitude karakteristiek zien we voor dit filter dat voor lage frequenties de overdracht 1 was, oftewel 0 dB, 20 maal de log van 1, levert 0 dB. We zien vanaf de kantelfrequentie dat ik ga zakken met 20 dB per decade. Dus per toename van mijn frequentie met een factor 10 gaat mijn overdracht, uitgang gedeelde ingang, en daar de logaritme van maal 20, die zakt met 20 dB. En voor de frequenties hebben we gezien dat voor lage frequenties mijn faseachterstand 0 graden is. Oftewel, uitgangssignaal en ingangssignaal zijn niet of nauwelijks verschoven in de tijd. En voor hoge frequenties is mijn faseachterstand min 90 graden. Oftewel, uitgang gedeelde ingang, het uitgangssignaal eilt 90 graden achter ten opzichte van mijn ingangssignaal. Nou, dat hebben we nou gezien aan de hand van het karakteriseren van dit systeem op basis van een ingangssignaal en uitgangssignaal.
Maar het komt dus door de systeembeschrijving, door de eigenschappen van mijn systeem dat ik bepaald heb. Dus ook aan, met behulp van mijn systeem, met de eigenschappen van mijn systeem, moet ik in staat kunnen zijn om het gedrag van dat systeem, wat we nu met een meting hebben gedaan met ingangssignalen en uitgangssignalen, dat gedrag van het systeem te kunnen bepalen. Nou, hoe dat in zijn werk gaat, dat zie je in de video over bodeplots.